De dag der zwarte beschaving, of Black Monday, is gisteren voor de 24ste keer herdacht. De herdenking is georganiseerd door de Federatie voor Afrikaanse Renamang en vond plaats te Klaaskreek. Het thema van de Black Monday was evenals het vorig jaar, pardon en heling. Voorafgaand aan de festiviteiten is er een gedenkplaat onthuld in het dorp Klaaskreek. Na de onthulling zijn de gasten onder begeleiding van de lokale gemeenschap met muziek naar het traditioneel gezag geweest. Daarna is er een toewata of plengoffer gedaan. Volgens Iwan Wijngaard, de voorzitter van de federatie, is het doel van deze dag alle haat en wrok die leeft bij de nazaten weg te werken. Daarom moet ik in de Sebelobasan ook toe, het thema ben de pardon lang heling. Je hoort het thema dat die net zo lang, zolang dat die de tori dat nog de boem trangt. Amosfemi, lutu, boem lutu, amosfemi, dat was een luce. Dat is een super thema. Ook toe ja zo, dat de salmon voor stichting. 19 september 1762, die ontdekken zijn over cultuur, economie, ontwikkeling. Nou, belangrijk zijn het, want cultuur zo hebben we ons horen heen, maar ik kan tja money ook toe. Maar ik kan meekomen, lopen ze, want in een cultuur, dat is mooi zijn, maar ze gaan ook die alle volken. Cultuur, beschaving in elkaar. Volgens Safira Sandi, directeur van het directoraat cultuur, moeten de nazaten van de Afrikaanse slaven zich bundelen. Anders zullen niet alleen wij verlies lijden, maar ook onze kinderen en kindskinderen, benadrukt de cultuurdirecteur. Te lantipoti tapapira taki jere agrontori funu omlukei wat epunel. Epo ne luka grontori funu won lasen da metaka nga de brada nga safu para para kari jaso epo no luka tori epo no organiseru srefi epo no krako srefi won lasi won las un grong en lanti abe rokof du a seten pota papira de ena poten. Maar een abit dwaal roken voor zorgen dat een grond die wieping is maar bij en pij dat moet aan horen. U hoort ook RO-minister Edgar Dikan die aangeeft dat Suriname heeft bewezen dat het mogelijk is met elkaar samen te leven in een multi-etnische samenleving. De bewindsman zegt verder dat hij met een delegatie naar Afrika is geweest en daar heeft gehoord wat zwarte mensen moesten meemaken. En hoe was hier eigenlijk een soort slag hoe dat Tirena deed, hoe deed dat en voorzitter Wijngaard de takking, dat je Siwan Pisi indruk zou maar met die groepen, zowel dat afvertrouwen, want ik hoe rokken aan mijn kanaal, abtrang afvertrouwen in Srevi. Maar dan moet ik leren dat ik hier in de barra, je zult een trouwer de lek blakkaman, naar de trablakkaman serieus. Wel, die moet ik hier in de barra verhaal. Dat is dus RO-minister Edgar Dikan en daarvoor zag u cultuurdirecteur Elvira Sandi. Ze spraken gisteren tijdens de viering van de dag der zwarte beschaving, ofwel Black Monday. Deze dag is voor de 24ste keer herdacht en georganiseerd door de Federatie voor Afrikaanse Renamang. De herdenking is gehouden te Klaaskreek.